Het programma waarin uiteindelijk iedereen wel een keer aan de beurt komt. En vanavond gaan we het hebben over de stemmingmaker. En dat is nogal vrij breed, want je hebt veel soorten stemmingmakers. En ik wil het aan de hand van even een eenvoudig voorbeeldje duidelijk maken. Bijvoorbeeld bij het voetbal. Kijk, dan komt de stemming erin in een stadion als er gescoord wordt. Kijk maar. Hoppa. Maar als er niet gescoord wordt, nou, dan kun je de stemming op een andere manier erin krijgen. Dat deed bijvoorbeeld Wissje laatst bij Nederland-Portugal. Een talkshow waar een soort ruzie komt. Er zit er een cabaretier en die kan behoorlijk de stemming bederven door weg te lopen. Je moet gehaktballen eten. Daar gaat het. Het kan heel andersom. Het cabaretier is Waardenberg en de Jong bij Sonja. Krijgen een heel andere stemming. In de muziek, Little Richard, om de stemming erin te krijgen, bovenop de piano staat hij. Maar je kunt met de piano ook op een andere manier de stemming erin krijgen. Ja. Nou ja, ik wil hier de stemming niet meteen bederven, dus laten wij maar verder gaan met onze eerste stemmingmaakster. Ze komt uit Rotterdam en ze heet Grace Maddy. Ik moest van mijn fysiotherapeut moest die bril opzetten. U bent de bekende Rotterdamse stemmingmaakster. Oh, dank u wel. Ja, waarom? Maar waarom? Ik ben vrolijk. Nou, kijk. En er moet meer gelachen worden. Ja, wat doet u? Uw carrière is begonnen als zangeres, hè? Ja, nog steeds. Ja, wat zong u? Operette en ik zong tosti-liederen. Wat? Tosti-liederen. In de keuken bij... Nee, dat is veel te gebrand. Wat zijn tosti? Tosti, dat is een componist. Hoe gaan die liederen? Ja. Ongeveer? Nou, het is niet klassiek, maar licht. Heel mooi. En ik heb dan verteld hoe dan Tosti getrouwd was. Dat heb ik eerst opgezocht, want dat weet ik niet. Nee. Maar het moet natuurlijk altijd een beetje met de liefde te maken hebben. Dat vinden de mensen prachtig. Maar hoe gaat zo'n klein stukje? Even een klein stukje, dat ik een idee krijg van een Tosti. Partiers, en weer aan zoiets, hè? Ja. Dat is dan de bekende Tosti? Ja. En die heeft daar de Tosti's naar genoemd. Hè? Daar zijn de Tosti's weer naar genoemd. En die zijn verbrand. De Tosti's. Toen bent u overgegaan op deze honden. Waarom bent u met honden begonnen? Nou, ik ben niet begonnen. Het is vanzelf gegaan als een hond ziek was. Dan brachten ze hem bij mij. Het zijn allemaal probleemhonden, hè? Ja, hallo. Hallo. Wat hebben ze voor problemen? Nou, ze moesten weg omdat ze blafte of niet zindelijk was. Of dat ze ziek waren. Ik heb ze opgeknapt. En dan vangt u ze op? Want u heeft ja, zo. In uw huis heeft u 25, hè, van deze... Nou, ik had er 20. Race monsters. Nou ja, laat ze het maar niet horen. Nee, want dan bijten ze me dood. Ja. Daar zien ze wel naar uit, hè? Ja, ze eten ja. Op. Ja, ja. Nog erger. Ja? Ja. En dat treedt u daarmee op? Wat even... Nou, het is zo, dat het is een boodschap, hè. Wat is er? Gebeurt er iets? Ja, er komt woensdag scheef. En mijn jas zakt af. Het is zo dat... ik hou erg veel van dieren. Ja. Maar de mensen hebben er geen begrip voor, want het is allemaal liefde wat je doet met de dieren. Ja, want u vangt ze op omdat ze door mensen weggedaan ja, zijn. Er zit er een bij die heeft, geloof ik, geen ogen meer, de ander is doof. Ze hebben allemaal iets. Is dat een eigenschap van deze honden? Dat ze allemaal nee, iets maar doordat ze zo... Ja, dat is altijd zo, we hebben de mensen ook. Maar omdat ze zo klein zijn, zitten al die organen dichterbij elkaar. En daardoor kan het gauw kapot. Zijn die honden stemmingmakers? Want daar hebben we het over, hè, stemmingmakers? Ja, natuurlijk. Kunt u een ding laten zien, een demonstratie van iets wat ze kunnen, waar u mee optreedt ook? Ja, dat kan. Ja? Ja. Gaan we kijken. Krijgen we een muziekje, wilde u erbij? Ja, vind ik erg leuk. Nou, krijgen we een muziekje, jongens, zachtjes erbij. Zo. Misschien zijn ze batterijen op. Ja, dat kan. We hebben
hebben het gezien. Chris, ja? Medi, Chris, Chris, van? Medi, dank voor uw komst hierheen. Graag gedaan. Dag. We gaan naar de volgende stemmingmakers. En die vinden we in de politiek. Mensen zeggen, politiek is saai. Dat is ook zo. Maar daarom huurt de politiek heel vaak mensen in die leuk zijn, die stemming maken. Zo maakt de Partij van de Arbeid gebruik van de bekende droogkomiek Wim Kok. Het CDA heeft de conferencier Heerma ingehuurd. De Centrum Democraten maken gebruik van de bekende humorist Hans Janmaat. Maar de VVD had nog niemand. En nu zijn aanstaande woensdag de gemeenteraad, de verkiezingen voor de Provinciale Staten. En dus heeft de VVD Gordon ingehuurd als stemmingmaker. En ik ben woensdag in Zeeland gaan kijken bij de VVD. Komt u nou voor Gordon of komt u voor de VVD? Ik kom voor de VVD. Maar Gordon, weet op. Ja, dat kan, maar wij zijn net hier van de VVD en daar komen we voor. En Gordon neemt ze op de koop toe? Die hebben ze meegenomen. Ja. Ja? Past de muziek, past er bij de VVD? Alle muziek past erbij. Met alle mensen passen erbij. Dijkstal is erg voor de Dixieland, hè? Dat mag gelukkig, ja. Ja, Dixieland is niet zo verbaasd. Ja, ja. Dus alles past. Gordon komt optreden. Ja. Vindt u ervan? Ik, daar heb ik uit gehouden, hè. Dan zeg je Gordon vroeg toch? Ja. Wat verwacht u daarvan? Een positieve bijdrage voor Steelma. Gebeurde deze avond? De bedoeling is van de VVD om naar de jongeren mee te trekken. Dat zou kunnen. Ja, ja, dan kijk je rond. Komt u voor Gordon? Nee. Komt u voor Gordon? Ja. Ja? Vindt u dat die past bij de VVD? Nee, absoluut niet. Want wat voor muziek moet er wel bij de VVD? AC/DC. Ja. Dat zou u aan het beleid in de raad moeten vragen. Omdat hij leuke muziek maakt en omdat hij populair is, jonge mensen aantrekt. Maar allemaal. Moet je nou eens kijken, jonge mensen zegt hij. Ja, nou ja, we zijn nog niet begonnen. Waarom vraagt de VVD Gordon? Nou, ik denk dat de VVD gewoon een keer iets anders wil als wat er al jaren gebeurt. Komen er meer jongeren van die bijeenkomst? Heb je dat gehoord? Hebben ze dat gezegd van de VVD? Ja, er zitten er heel veel van boven de 60. Nee, er zitten jongere mensen. Nee, ik heb gemerkt, vooral in Groningen en in Stijn, in Limburg, dat er heel veel, dat noemen ze JOVD'ers en zo, daar heb ik ook nog nooit van gehoord. Maar dat schijnt aan de jeugdafdeling te zijn. Stemming maken? Stemming maken. Nou, ik moet zeggen dat het... ik wist niet hoe ik hier tegenaan moest kijken. Maar ik moet heel eerlijk vertellen dat het tot nu toe overal ongelooflijk gezellig is. Er heerst een leuke stemming. Maar de stemming... Je ligt dat je past. Wat? Nee, ik meen het echt serieus. Nee, ik lieg echt niet. Want als het niet leuk is, zeg ik het ook. Laten we eens even het partijprogramma doornemen. Het reiskosten voor ver. Het reiskosten voor ver. Nou, dat is bij mijn gaasje inclusief. Dus. Het bent u alleen voor ver. Dat zou ik niet weten, wat mijn visie daarop is. Het vreemdelingenbesluit voor ver. Dat zou ik niet weten, wat mijn visie daarop is. De economische paragraaf, het kort op de WO voor ver. Je bent beter op de hoogte dan ik. Dat is wel heel snel straks gaat zijn. Waar ik op optreed, ik probeer altijd een bedrijf of een instelling, in dit geval een politieke partij, in een liedje te vermengen. Normaal doe ik dat in het liedje, het is zo weer voorbij, maar dat was hier niet zo gepast. Ik wil niet verpakt in We've Got the Power. En hoe gaat het ongeveer? We've got the power, we've got the change. Stemmingmaker Gordon. Over stemmingmakers, dan denk je heel vaak, het gaat over mensen, personen. Maar dingen kunnen ook stemming maken, hè? Een geur of een kleur. Iemand die daar alles over weet, is professor Piet Vroom. Piet Vroom.
U bent een van de schrijvers van dit boek. Dat heet Verborgen Verleider. Een geur, schrijf je dan in het boek, kan iemand zijn stemming beïnvloeden? Ja, hoe? Heel sterk. Dat komt omdat de reuk is verbonden met een deel van de hersenen dat we met de zoogdieren delen en dat essentieel is voor gevoelens en emoties. En een gevolg daarvan is dat reukverlies ook heel vaak samengaat en met depressies en met geheugenverlies. Dus geuren kunnen regelrechte invloed hebben op stemmingen. Om maar een voorbeeld te noemen, lavendel is rustgevend, citroen en viooltjes is activerend en zo zijn er tal van andere voorbeelden. In Londense blik van Heathrow, daar verspreiden ze de geur van dennennaalden in de vertrekhal, omdat ze op die manier menen te weten dat vliegangst wordt bestreden. Maar heel merkwaardige invloeden, dat zijn zogenaamde seksuele lokstoffen. Planten trekken insecten aan door middel van bepaalde geuren. Dieren trekken elkaar ook aan met behulp van bepaalde geuren in seksueel opzicht, onder andere met behulp van muscus. Maar mensen doen dat tot op zekere hoogte ook. In het verse okselzweet van de man bijvoorbeeld wordt onder invloed van bacteriën een stof gemaakt, die heet androstenen. En wanneer je mannen door vrouwen laat beoordelen, terwijl die vrouwen androstenen opsnuiven, dan beseffen ze niet dat ze androstenen ruiken. Maar het is wel zo dat ze die mannen op een hele prettige manier gaan beoordelen. God, wat een knappe vent, en die moeten we vooral in dienst nemen in het bedrijf, en een goed salaris geven, dat soort zaken. Interessant. Hoe kan ik die geur bij mij opkrijgen? Waar haal ik die vandaan? Dat is heel eenvoudig. Dan moet je elke dag... Je kan er plezier van hebben. Dat is heel eenvoudig. Dan moet je, wat je kunt doen is elke dag gaan joggen. En onmiddellijk daarna dus het zweet verzamelen in watten. En die watten in een geurdichte doos stoppen. En dan worden daar keurig onder invloed van bacteriën androstenen ingemaakt. En dan kun je op een gegeven moment die watten, die kun je aan een dame geven. Er is een tweede manier. En dat is dat je gaat dansen. En dat deed men vroeger. En dan klemde de jongen een droge zakdoek onder zijn oksel. En nadat hij goed en wel bezweet was, gaf hij die dame die zakdoek. Toen kon ze zich dus afvegen, maar rook tegelijkertijd. Echt waar? Androstenen. Ja. En als ik gewoon zo tegenover een dame ga staan... Dat is geen gezicht, maar het zou wel werken. Iets anders wat men ook deed in die tijd, dat is heel grappig, dat wordt onder andere door Linnaeus beschreven, dat is dat de geur van de bloeiende kastanjeboom zou lijken op de geur van sperma. Dus huwelijksaanzoeken werden bij voorkeur gedaan onder de bloeiende kastanjeboom. Dat deed men echt vroeger, hè? Om die reden. Het verhaal doet ook eronder dat de neus van de man reageert op de lichaamsgeur van een vrouw. En dat snap ik niet. Ik bedoel, dat je zegt, maar dat de neus ook fysiek reageert. Nee, dat is niet helemaal waar. Wat er gebeurt is dat het slijmvlies van de neus is verwant, zeg maar, met de structuur van de geslachtsorganen. En dat betekent dat seksuele opwinding, zowel bij de man als bij de vrouw, samengaat met een zwelling van het neusslijmvlies. Dus bij seksuele opwinding kun je de grap krijgen dat je moeilijker door je neus kunt ademen dan wel dat je een niesbuik krijgt. Dat kan wel. Maar vroeger, dat is gewoon waar.